je welke we nu gaan doen? Gisteren gezegd. Jorinda en Joringel. En Katja. Nee, Jorinda en Joringel. Er stond eens, midden in een uitgestrekt dicht woud, een oud kasteel dat bewoond werd door een vrouw. Alleen een vrouw. Het was een heks. Overdag veranderde ze zich in een kat of in een uil, maar iedere avond werd ze weer mens. Op die manier kon ze wilde dieren en vogels vangen, die ze doodde en kookte of braadde. Als een man binnen 100 passen van het kasteel kwam, werd hij gedwongen onbeweeglijk te blijven staan. En hij kon niet eerder loskomen dan wanneer zij het wilde. Maar als een onschuldig meisje binnen die kring kwam, veranderde ze het in een vogel en sloot het op in een kooitje, dat ze naar een kamer in het kasteel bracht. Er zaten ruim 7000 van die kooitjes en in elk kooitje zat een aardig vogeltje. Nu was er een meisje, Jorinda genaamd, dat mooier was dan alle andere meisjes. Ze had beloofd met een knappe jonge man te trouwen die Joringel heette. Toen die twee verloofd waren, wilden ze samen graag samen zijn, zodat ze op een keer in het bos gingen wandelen. Maar voorzichtig, zei Joringel, dat we niet te dicht bij het kasteel komen. Het was een heerlijke avond. De zon scheen nog tussen de stammen van de donkergroene bomen door en de tortelduiven zongen klaaglijk in de hoge bomen. Toen ging Jorinda in de zon zitten en begon, zonder dat ze wist waarom, te huilen en te klagen. En ook Joringel werd erg treurig. Ze voelde zich zo ellendig, alsof ze zouden sterven. Toen ze om zich heen keken, merkten ze dat ze verdwaald waren en niet meer wisten hoe ze het pad dat naar huis leidde moesten vinden. De helft van de zon scheen nog boven de berg, de andere helft was er al achter verdwenen. Joringel tuurde tussen de bosjes en zag de oude kasteelmuren al heel dichtbij. Hij schrok hevig en werd doodsbleek. Jorinda zat te zingen. Ach, vogeltje met je ring zo rood, je zingt zo zorgelijk je lied. Als rouwde mijn liefste om mijn dood. Misschien al morgen, 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 tweet, tweet. Joringel keek naar haar, maar ze was veranderd in een nachtegaal die zong tweet tweet. Een kerkuil met gloeiende ogen vloog 3 maal om haar heen en kraste 3 maal oehoe, oehoe, oehoe. Joringel kon zich niet meer bewegen. Hij stond als versteend zonder te kunnen spreken of roepen. De zon was nu ondergegaan. De uil vloog een bosje in en bijna tegelijkertijd kwam daar een kromgebogen oude vrouw uit tevoorschijn, mager en gelig. Zij had grote rode ogen en een kromme neus waarvan de punt haar kin bijna raakte. Ze mompelde iets, ving de nachtegaal en nam die mee in haar hand. Joringel kon geen woord uitbrengen en zich niet verplaatsen en toen was de nachtegaal weg. Eindelijk kwam de oude vrouw terug en zei op zangerige toon, gegroet, Zachiel, als de maan op de kooi schijnt, maak dan de gevangene los, Zachiel. Toen was Joringel vrij. Hij viel voor de heks op de knieën en smeekte haar hem zijn Jorinda terug te geven. Maar ze zei dat hij haar nooit zou weerzien. En liep weg. Hij smeekte, huilde en klaagde, maar alles tevergeefs. O, wat moet er nu van mij terechtkomen, zei Joringel. Ten slotte ging hij weg en kwam in een vreemd dorp aan, waar hij lange tijd bleef werken als schaapsherder. Hij zwierf vaak rond in de buurt van het kasteel, maar kwam er nooit te dichtbij. Op een nacht droomde hij dat hij in een bloedrode bloem vond, met in het midden een mooie parel. Hij plukte de bloem en ging ermee naar het kasteel. Alles wat hij ermee aanraakte werd verlost uit de betovering. Hij droomde ook dat hij op die manier zijn Jorinda weer terugvond. Toen hij de volgende morgen ontwaakte, ging hij meteen op zoek.
wervend over de heuvels en door de dalen in de hoop zijn droombloem te vinden. Hij zocht en zocht, tot hij op de 9e dag 's morgens vroeg de bloem vond. In het midden lag een dikke dauwdruppel, zo groot als de mooiste parel. Deze bloem droeg hij dag en nacht bij zich, tot hij bij het kasteel kwam. Deze keer werd hij niet tegengehouden toen hij het kasteel dichter dan de 100 passen naderde. Niets weerhield hem toen hij verder liep, tot helemaal aan de poort. Joringel was doodblij toen de deuren zich openden nadat hij die met zijn bloem had aangeraakt. Hij liep de binnenplaats op, goed oplettend of hij vogelgezang hoorde. En toen hij dit vernam en op het geluid afging, bereikte hij de zaal, waar de heks bezig was de 7000 vogels te voeren. Zodra ze Joringel zag, werd ze kwaad, erg kwaad. Ze scholde hem uit en spoog vergif en gal naar hem. Hij schonk geen aandacht aan haar, maar draaide zich om en zocht tussen de vogelkooien. Ja, er waren een paar honderd nachtegalen. Hoe moest hij zijn Jorinda vinden? Terwijl hij druk bezig was met zoeken, zag hij opeens dat de oude vrouw stilletjes op een kooitje met een vogel erin oppakte en ermee naar de deur liep. Hij sprong er snel op af, raakte de kooi en de heks met zijn bloem aan en toen bezat ze niet meer de macht om haar toverspreuken te gebruiken. Daar stond Jorinda, even mooi als voorheen. Zij sloeg haar armen om Joringels hals en kuste hem. Daarna veranderde Joringel ook alle andere vogels weer in meisjes. Toen pas keerde hij met Jorinda naar huis terug, waar zij nog lang en gelukkig leefden. Dat was hem. Hè? Ja. Tjoe.